In de late middeleeuwen woedde er in Nederland een burgeroorlog die bekend staat als de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Inzet van de strijd was het recht om Holland te mogen besturen. De strijd voltrok zich in grote delen van het land. Ook de kerk van Barneveld werd door Hoekse strijders belegerd. De Kabeljauwen, onder leiding van Jan van Schaffelaar, verschansten zich in de kerktoren. De vijand beloofde hen vrije aftocht als de aanvoerder zich overgaf. Jan van Schaffelaar twijfelde geen moment en stortte zich van de toren. Een heldhaftige daad die hem niet alleen een plaats in de geschiedenisboeken bezorgde, maar bovendien een standbeeld op de plaats waar hij ooit zijn leven gaf voor zijn manschappen.